Dit is Gelderland Helpt. Straks doet Dennis Licht een oproep. Maar nu eerst egelhuisjes. Wat heel belangrijk is, is als je een egelhuisje gaat plaatsen, is dat je hem een beetje afgelegen in je tuin neerzet. Het is natuurlijk heel verleidelijk om hem lekker bij het raam te zetten of ergens waar je hem goed kan zien. Maar dat is heel erg druk voor de egel. En dan is het huisje minder verleidelijk om in gebruik te worden genomen door de egel. Dus plaats hem lekker afgelegen, het liefst bij wat struikjes of andere begroeiing. Weg van spelende kinderen of van honden en katten, huisdieren. En wat ook heel erg belangrijk is, is een tunneltje voor de ingang. Zo kunnen roofdieren het huisje niet leeghalen en kunnen katten en honden er ook niet in. Die plaats je gewoon voor de ingang. En dan is die klaar voor gebruik. Nou, het gaat helaas niet zo goed met de egel. Het hoe en waarom weten we niet precies. Maar we zien dat de populatie afneemt. En waarschijnlijk is dat onder andere door versnippering van de natuurgebieden. Veel verkeersslachtoffers. Verstening in de steden. En egels die zitten steeds meer in de steden. En die worden ook steeds meer in de steden gezien. Ze gebruiken het steeds meer als leefgebied. Dus juist in de stad is het belangrijk dat we de egel beschermen. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends. Help de egel en plaats een egelhuisje. Heel veel tuinen kun je prima geschikt maken als leefgebied van de egel. En met zo'n egelhuisje kun je ook nog eens ervoor zorgen dat een egel veilig bij jou in de tuin kan overwinteren. Gelderlandhelpt.nl Voormalig tophardloper Dennis Licht deed vorig jaar deze oproep. Wat wij gaan doen is, we gaan een runningteam formeren van 12 ongeoefende lopers, ongeoefende sporters. En die mogen deelnemen aan de midwintermarathon. Dit is ons team geworden. In 3 maanden tijd werden deze ongeoefende lopers getraind voor de 8 van Apeldoorn. Het voelt gewoon goed om weer te bewegen en te transpireren. 12 echt inderdaad totaal verschillende deelnemers. Allemaal met een heel bijzonder verhaal. Sommige mensen hebben me echt wel geraakt. En dan kan ook zo'n team elkaar natuurlijk wel helpen. Hè? 1 plus 1 is eigenlijk 3. Gaan ze het allemaal halen? Ik geloof erin. En daar zijn ze inderdaad al weg op de Lola. De eerste 6 heb ik gehaald. En er is geen hond die mij tegenhoudt. En de finish ga ik ook halen. Dat gaat goed. Alle 12 deelnemers haalden de finish in Apeldoorn. En het mooie is dat ze nog steeds allemaal bewegen. En ook dit jaar is Dennis weer op zoek naar een nieuw team. We gaan officieel de komende periode weer beginnen met het aanbieden van een programma op maat voor mensen. Waarbij we voor 12 mensen die een bijzonder verhaal hebben, die kunnen een motivatiebrief opsturen naar Omroep Gelderland. En die nodigen we uit om deel te nemen om een keertje toch voor die 8 van Apeldoorn te gaan. Helemaal onder begeleiding. Dat wil zeggen, je krijgt de begeleiding van een bewegingswetenschapper, een sportfysiotherapeut, krachttrainer, mijzelf als loopcoach. Je wordt gecoacht op gezonde leefstijl. En wij zorgen ervoor dat je daar fit en gezond aan de start verschijnt. Dit is je kans. Stuur je mail voor 21 oktober naar gelderlandhelpt.nl. En dan hebben we nog een prachtig succes te melden. Want in september deed Stichting Sydney and Friends een oproep. Ze waren op zoek naar plukkers. We krijgen nergens geen subsidie van. We moeten onszelf zien te bedruipen. En dan verzinnen we acties waarmee we geld kunnen verdienen. En hier kunnen we geld mee verdienen. Want het zogenaamde plukloon, dat gaat naar de stichting toe. Volledig. Er blijft niks aan de strijkstok hangen. Maar liefst 84 mensen kwamen plukken en die zorgden voor een recordopbrengst van ruim 9700 euro. Met dat geld verzorgt de stichting huifbedritten voor mensen met een ernstige beperking in Apeldoorn. Iedereen bedankt voor alle hulp namens Sydney en al zijn vrienden.